Goede worp. Hé, geef het aan mij. Ha, ik heb hem. Oeps, ik moet mijn kracht verkeerd ingeschat hebben. Het lijkt erop dat Ethan een beetje overdreef tijdens het gooien van de frisbee. Maar er is niets dat James stopt. Ik zal hem zeker vangen. Poef. Waar is de frisbee? Wacht, waar ben ik? Ah! Oké, je moet kalm blijven in stressvolle situaties als deze. En ik ga kalmeren met de hulp van de snack. Goed dat ik mijn rugzak heb meegenomen. Hey, geef me wat! Jongens! Onthoud, als je van de groep gescheiden raakt en verdwaalt, open dan een zak chips en je vrienden vinden je in een mum van tijd terug. Een van de grootste nadelen van zomerkamperen, vooral in het bos, zijn vervelende muggen. Ik kan er niet meer tegen, ik moet iets doen. Tijd om mijn geheime anti-muggentechniek te gebruiken. Geen van hen kan mijn aanvallen ontwijken. Ha, pak aan! Vrienden, ik zal jullie helpen. Vergeet de muggenspray mee te nemen. Geen probleem. Ninja Jasmine zal helpen. Bedankt, wat zouden we zonder jou moeten doen? Wat is dat rare geluid? Holy moly, rennen! Heb je dorst? Wil je iets lekkers drinken op een warme zomerdag? Help jezelf aan watermeloensap. Je zult het zeker lekker vinden. Mag ik meer alsjeblieft? Laten we naar het oosten gaan. Hallo lieve abonnees. Wanneer is de pauze? Ouch. Ik ben in orde. Oh, nu dat is een probleem. Hoe moet ik het doen zonder slipper? Ik zal het nu uitzoeken. Geef me de flessen. Ik hou van frisdrank. Natuurlijk. Maar hoe zal het schoenprobleem oplossen? Maak je geen zorgen. Ik heb deze lifehack gezien op Okitoki's kanaal. Wat ben je aan het doen? Dit zijn onze belangrijkste drinkwatervoorzieningen. Wat moeten we zonder hen? Stop alsjeblieft. Kijk. Daar gaan we. Wow. Nu kan ik blijven gaan. Dat is allemaal geweldig, natuurlijk. Maar we hebben iets te drinken nodig. Dus hier ga je. Ik hoop dat je de rituele regenoproepingsdans kent. Niet echt, maar ik zag een video op TroomTube. Hier komt de regen en geef ons weer wat water. Oh, het werkte. Joepie, we zijn gered. Ha, ik heb het gedaan. Wat is een betere manier om je op te frissen in de zomerhitte dan zwemmen met vrienden? Joepie, we zijn er eindelijk! Laten we gaan zwemmen! Het weer is geweldig! Wacht, waar ga ik het geld voor stoppen? Wat als het gestolen wordt? Maak je geen zorgen, ik heb een idee. Mijn poederdonsje zal ons helpen dit probleem op te lossen. Van de ongewenste glans afkomen? Ha, nee, we verstoppen er geld in. Een dief zal er zeker niet naar zoeken. Nu kunnen we gaan zwemmen. En terwijl het stel zorgeloos in het water plonst, is hun geld veilig voor de dieven. Toch? Het is zo mooi hier. Ik heb in lange tijd niet meer zo vakantie gevierd. Ik moet snel handelen voordat ze het merken. Hé, hey, waar is het geld? Ik ben blut, mensen. Wat een schande. Oh, wat is het? Het is het nieuwste Troomnel poeder. Ik heb er zo lang van gedroomd. Oh, ik moet gaan. Ik ben zelfs een beetje moe. Oh, waar is mijn poeder? Oh nee, het was zo moeilijk om het te krijgen. Ik zit zonder mijn favoriete poeder. Ik zit zonder mijn geld. Ha, geld? Waar heeft hij het over? Wow, dat is mijn geluksdag. Jongens, ik ben erg moe en erg bezweet. Stop met ons aan te vallen met je oksels. Ik heb een idee. Het is niet mijn schuld dat het zo warm is buiten. Kijk, daar is onze geïmproviseerde douche. We hoeven alleen maar een gat te maken en dat is het. Dat is een geweldige lifehack. Dan, hey, mag ik eerst douchen? Ja, tuurlijk. Oh, ik wil me al de hele dag opfrissen. La 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 la. We zullen moeten wachten tot onze prinses klaar is met haar spa-behandelingen. En terwijl Rose geniet van de verkwikkende koelte van de douche, bedenken de jongens allerlei manieren om zichzelf te vermaken. Ze kunnen boeken lezen, een bal gooien of frisbee spelen.
Er zijn zoveel verschillende dingen te doen. Ik ben klaar. Je kunt gaan. Ik heb dit zo gemist. Ik ga eerst... Nee, wacht. Ethan kwam met een goed idee. Heeft ze al het water verspild? Nu zullen we last hebben van je geur. Een zoete sodadouche? In deze hitte is het perfect. Het is zo cool om een kleurtje te krijgen en het te combineren met leuke video's kijken. Ha, dit verdient een like. Maar is dit echt de moeite waard? Niet weer! In plaats van een mooi kleurtje is er een afdruk van mijn hand en telefoon achtergebleven op mijn buik. Hey Ethan, je handen zijn ook verbrand. Dat is misschien een goede lifehack. Neem een ei, kraak het op de verbrande plek en vergeet niet te zouten. Voilà, een gebakken eitje is klaar. En je hebt geen koekenpan nodig. Wil je het eens proberen? Nee? Prima. Ik ben dit zand zo zat. Het is absoluut onmogelijk om te lopen. Oh, ik wou dat iemand me zou dragen. Of op zijn minst mijn rugzak. Wow, dat is een interessante oplossing voor het probleem. Wat is er beter dan een dagelijkse wandeling op het strand? Oh, niets. Ik word er altijd zo verkwikt van. Hang je schoenen aan een manchette? Dat is een geweldig idee. Hey, breek de regels niet. Misschien moet ik mijn schoenen ook uitdoen. Oh! Het is zo warm. Hoi. Ik heb je nauwelijks gehaald. En nu ga ik smelten. Ik ook. Oh, hoe kon ik het vergeten? Ik heb een ventilator bij me. Nu zijn we gered. Jee, schiet op en zet hem aan. Maar ga je het inpluggen? Huh? Nou, je hebt mijn hoop op een koel briesje de grond ingeboord. Oh, wat gaan we doen? Wat als ik het zelf probeer te draaien? Oh yeah, draai het naar mij. Als je niet wanhoopt, kun je uit elke situatie een uitweg vinden. Oh, wat een goede morgen. Had Jasmin kunnen hebben als ze zich niet verslapen had. Oh, ik ben te laat. Auw, ik moet me meteen klaarmaken. Welke bril zal ik kiezen? Nou, ik neem ze allemaal mee. Een van de grootste uitdagingen bij het inpakken voor een kampeertrip is het kiezen van alleen het broodnodige. Maar wat doe je als je werkelijk alles nodig hebt? Oh, kan zeker niet zonder mijn favoriete schoenen. Ik neem ze mee. Wat? Passen ze niet? Dan moet ik de pleat achterlaten. Nu ben ik helemaal ingepakt en klaar om te gaan. Oh, ik moet me alleen nog omkleden. Oh, James, je bent er al. Hoi, Jasmin. Laat me je rugzak dragen. Dank je. Hier is een lifehack voor meisjes. Jongens nemen altijd minder spullen mee. Wat een mooie droom. Het is alsof ik zwem in de armen van een mooie zeemeermin. Wacht, niet wegzwemmen. Oh, ben ik echt in het water? Heilige Neptunus, hoe ben ik hier eigenlijk gekomen? Wat is er? Ik ga dood van deze hitte. Laten we dan naar het strand gaan. Nou, het is heerlijk om je al zwemmend op te frissen aan het strand. Maar er is ook een risico op het krijgen van een zonnesteek. En om dat te voorkomen, besloot James een heel interessante tip te gebruiken. Laat je pet een paar uur in de vriezer liggen en zet hem dan op. Nu is je hoofd veilig voor de zonnestralen. Het was het wachten waard. Ik kan eindelijk plezier gaan maken. Ben je klaar? Oh, laat me niet zo schrikken. Oh nee, mijn pet. Nu kan ik niet ontsnappen aan de hitte. Bedenk wel dat zo'n pet erg kwetsbaar is. Welke lifehack vond jij het handigst? Schrijf je antwoord in de comments onder deze video. Vond je deze video leuk? Like hem dan, abonneer je op ons kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken. Tot later!